Het social platform OnlyFans is razend populair onder de jongvolwassenen. Op het platform kun je tegen betaling pikante content zien van de mensen die je volgt. Intimiteit op bestelling. Gebruikers verdienen er grof geld mee. Neem als voorbeeld de Honselse Nikki en Dennis uit Schavenzande. De content die zij plaatsen is goed voor meer dan een maandsalaris. Een kijkje in de wondere wereld van OnlyFans. Yeah, you got that young. OnlyFans houdt in, je hebt een account, je geeft je volgers die dat willen, geef je een exclusief kijkje in je leven. Hiermee kan je bijvoorbeeld denken aan sexy foto's, lingerie, exclusieve chats. En dan bedoel ik niet per se sekschats, maar gewoon persoonlijk contact met de mensen die dat heel graag willen. Ain't on the side, you're number one. Yeah, every time I come around, you get it done. Voor mij is het nu echt heel veel teasen en kijken hoe ver ik kan gaan. Eventueel misschien wel grenzen verleggen telkens. Maar voor nu alleen nog teasing naked. Ja, wel naakt, maar je ziet nog niks echt in beeld. Ja, ik heb daarvoor gekozen omdat ik toch wel ervan hou om mijn lichaam te laten zien. Ik ben er trots op en ik vind dat we dat ook in deze tijd zeker mogen zijn. En op die manier dacht ik van, waarom niet? Waarom zou ik niet mooie foto's van mezelf online zetten en laten zien dat ik daar trots op ben? Ik heb nu een maandje gepromoot. En ik kan wel zeggen dat ik ervan kan leven, ja. Ja. Maar weet je wat het is? Het stijgt elke dag nog. Dat mensen mij zien, dat ze kijken van, wauw, wat een mooie verschijning. En dat gebeurt nu al en daar krijg ik zo'n energieboost van. Dat mensen je zo erg... Nou ja, sommigen bijna aanbidden. En dat is gewoon fantastisch. Dat is zo leuk. Ja, mijn advies is om gewoon naar school te gaan, gewoon je ding te doen. En ja, ik zou zeker niet adviseren om een OnlyFans-account aan te maken op je 18e. Omdat je nog niet helemaal zeker weet of het echt iets voor jou is. En voor je het weet, ja, dan kan je toch wel je toekomst beschadigen met bepaalde dingen. Posten op internet, als je nog een baan wil ergens. Dus ik zou er wel echt heel goed over nadenken. En ik denk niet dat als je 18 bent dat je daar heel goed over na kan denken. Ik doe gewoon mijn eigen ding. Content maken, sexy. Dat heb ik altijd al gedaan. Dus ja, nu kan ik er geld mee verdienen.